8 Leidse studenten gaan aankomende woensdag op 2 juni de uitdaging aan om maar liefst 100 kilometer te gaan roeien. Dit doen zij ter ere van een van de langste roeimarathons ter wereld, de Ringvaart Regatta. Minervaan Bas Wolters vertelt waarom ze deze uitdaging aangaan. Nou, eigenlijk aan het begin van dit jaar, toen dachten we, nou, hoe kunnen we nou met onze jaarclub wat meer ondernemen? En toen bedachten we, nou, we gaan met z'n allen sporten. En dat was eigenlijk gelijktijdig rond de tijd dat we van de overheid weer wat meer mochten doen. Dat we weer in groepsverband mochten sporten, mits je onder de 28 bent volgens mij. Dus toen dachten we, nou, we gaan de ringvaart doen, lekker met z'n allen roeien. En zo zijn we nu hier. En viel dat niet vies tegen? Ja, dat viel eigenlijk behoorlijk tegen. We zijn van niet trainen naar ongeveer 4 tot 5 keer in de week trainen gegaan. Dus dat was wel iets meer dan we gewend waren. En we hebben ook gestopt met alcohol drinken en dergelijke. Dus dat was een behoorlijke uitdaging. Maar we zijn er nu en we hopen het aankomende woensdag tot een mooi eind te brengen. Hoe vaak heb je het al in zijn geheel afgelegd, die 100 kilometer? Ik heb nog nooit in één keer 100 kilometer geroeid. Wij allemaal niet. Dus we gaan echt de eerste paar kilometers gewoon op conditie doen. En ik denk dat we hem afmaken op karakter, op doorzettingsvermogen. Dat wordt wel een uitdaging, maar het komt goed. We gaan het doen. Jullie doen het niet voor niks? Nee, zeker niet. Hè? Als je dan toch 100 kilometer gaat roeien, dan kan je er beter ook wat goeds mee doen. Dus wij roeien voor een goed doel. Het is Petje Af Den Haag. Het is een stichting die zich inzet voor kinderen om hun kansen wat te vergroten en hun horizon te verbreden. En daar samelen we geld voor in. En mocht je nog willen doneren, dan kan dat. Is de eindstreep al bereikt? Nee, de eindstreep is nog niet bereikt. We hebben een doel gezet op ongeveer 1800 euro. En we zitten nu op 1500. Dus donaties zijn sowieso nog van harte welkom. En daarnaast is ons doel van 1800 euro natuurlijk geen maximum. Hè. Hoe meer geld voor de stichting en voor die kinderen in Den Haag, hoe beter. Wie staan er dadelijk langs de kant jullie aan te juichen? Ja, dat is in ieder geval meer mensen dan we verwachten. Je denkt toch, ja, als je zoiets doet, dan wie wil er komen kijken naar iemand die even langs groeit. Maar rechts en links... Tegen iedereen die het vertelt, iedereen is enthousiast, iedereen wil langs de kant staan met een biertje. Dus wat we gaan zien is natuurlijk familie, huisgenoten, clubgenoten en kennissen gewoon die het mooie vinden om even te kijken en langs de kant met een biertje te staan. Wie gaat er het water in nadat jullie de 100 kilometer hebben geroeid? Ja, dat wordt toch wel de heer Quinten van Aalst. Die zit op slag. De nummer 8 is de allervoorste in de boot. Alles wat er fout gaat, kunnen we lekker op hem afschuiven. En dat gaan we denk ik aan het einde van de ringvaart doen door hem in het water te gooien. Nadat je de eindstreep hebt gehaald, break? Ik denk dat als ik de eindstreep heb gehaald, dat ik nooit meer in een roeiboot zal stappen. Het is leuk voor een keertje, maar ik vind het een erg saaie sport. Eigenlijk de hele tijd één soort techniek of één haal over en over. Ik hou toch iets meer van die techniek sporten of teamsporten. Dus zodra we de eindstreep hebben behaald, gaan we er gewoon een feestje van bouwen. Gaan we eventjes genieten, terugkijken op wat we eigenlijk allemaal hebben gedaan. En natuurlijk hoeveel geld we eigenlijk hebben opgehaald voor het goede doel.